Lekker. Kan je ietsje zachter doen? Ietsje zachter doen? Ja, joh. Ja, dit nummer, dat kent hij. Oké, even voor de sound, Edgar, is dat, want ik stuur deze weer naar mijn Duitse vriend toe. Is dat, hij kent dit nummer dus vaag van vroeger en dan speelt hij het gewoon even na. Dat is gewoon echt pure klasse. Ja, mooi. Oké, nu krijgen we waarschijnlijk dan een C'tje, dus de brug. Solo. Ga door. Yes. Wat was dat? Dat was een kwart band. Yes. Lekker. Oeh. Ik ga zelf daar. Ik ga zelf. Kruis 11 met een 13-9. Komt hier kruis 11, 13-9. Ja, van welke kant? Hier, daar. Daar zit hij. Nog niet. Nu. Juist. Juist. Ga door, ja, ja. Ja, dan kan je, juist. Je kan super Loki spelen. Ja, die kruis 9. Oké, even een vraag. Oké, even voor de luisteraar. Ik zette dit nummer in en je kende hem gelijk, of tenminste je kent hem qua gehoor. Wat is de geschiedenis achter dit nummer waardoor je hem kent en heb je hem ooit gespeeld? Ik denk dat ik hem gespeeld heb in de laatste fase van mijn eerste serieuze band. Dat was Molukse band, Jumotilla. En we zijn begonnen als een soort Masada-imitatie en dat dat zelf weer een soort Santana-imitatie toen was. En toen langzamerhand, verschillende andere genres geprobeerd. En toen op een gegeven moment ontdekten ze die Japanse, dus Cassiopeia. Zijn we nummers van Cassiopeia gaan doen, maar ook... Ja, dus Edgar ook fan van... Die van Neil Larsen en van die andere band van Neil Larsen. En wat mensen toevallig zo hadden in hun verzameling, want daar zat dus ook... Die van Harvey Mason zat er bijvoorbeeld ook bij. Al dat soort nummers. En deze die had iemand in zijn verzameling die had hij meegenomen.
En het moet ongeveer in dezelfde tijd zijn geweest. Maar het is vrij interessant, hè, dat daar ben je echt een wizard in, is dat je, dat is dat je dat instrument zo goed begrijpt, dat het soort als een blauwdruk, dat hebben we wel eens vaak over gehad, dat het als een blauwdruk in je hoofd zit en dat jij die link met wat je hoort en wat je kan doen, gaandeweg komt het gewoon vanzelf weer terug. En dat is niet met alles, maar als je het hebt over muziek van de afgelopen 30 jaar, dat zit er nog goed in. Ja, het is vooral de muziek van de eerste 30 jaar die er goed in zit. Daar heb ik het over. Ja. De afgelopen 30 jaar, de eerste 30 jaar dan. Ja, 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 ja. Juist daarna, van de dingen van daarna, ben ik vaak allemaal veel minder gedateerd. Daarom. Hey. Op mijn 30ste ging alles een soort van direct mijn uploaden, zeg maar. Ja, nee, tof joh. Bedankt voor de medewerking.